is een soort afvuur. Dit kan je vergelijken gewoon met de linkerschakelaar. Dit wordt over een bord gegooid op een rails. Dit wordt losgehaald, zijn haken waar die is transporthaken. Dan zal de rem. Ja, gehaald. En dan gewoon 12, 14 minuten als je ons Thomas Houten, afdeling Duin en Keerlijk is de overste van Dijk. Daaronder is het achterplaats tussen de duikvertuigen, die buiten liggen, de duikendementeerde groep en het duiktechnisch centrum. Daartussen zit de planning en verificatie. Dat zijn de mensen die de boekwerk in de gaten houden, elke keer als er wat verandert, qua duikveiligheid of qua procedures die veranderen, apparatuur wat veranderen, moeten hun allemaal bijwerken. En dan wordt vervolgens gedistribueerd over de hele vloot. Over de hele vloot hebben we duikers zitten. We hebben daar onze boekwerken voor, dus die moeten goed op de date blijven in verband met eventueel wijzigingen. We hebben nu aankomende januari 2004, moeten wij ook voldoen aan het burgerduikbesluit. Dus jullie zijn er ook lucht in via de vierde knop dat je een beetje... De Ramadan is voor Dit is ook een stukje wat erop gemaakt. Hier wordt door midden gesneden, wordt een foto van gemaakt. Als je last goed is, dan blijf je voor een half jaar weer gezet op zit. Nou, en om de twee jaar komt het mooi licht, komt weer om alles weer af te nemen. Bijvoorbeeld dat hier schepen binnenkomen en die zeggen van nou, we willen graag wat werkzaamheden hebben om wat pannen. Een gat, moet je denken aan een gat in een schip waar een plaat overheen moet gelast worden. Of iets wat op de rand of vast gelast moet worden.